In veel landen zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen geweest die zich verzet hebben tegen het nationaal-socialisme. Maar weinig mensen weten dat er ook in Duitsland zelf verzetstrijders waren. Eén van hen was Sophie Scholl. Wie was zij en wat heeft zij gedaan? In deze video zoeken we dat uit. Sophie Scholl werd geboren op 9 mei 1921 in de Zuid-Duitse plaats Vorchtenberg. Samen met haar twee broers en twee zussen groeide ze op in een liberaal-christelijk gezin en had ze een onbezorgde jeugd. Ze hield van tekenen, muziek maken en dansen. Het gezin Scholl had het financieel gezien ook goed voor elkaar. Haar moeder was verpleegkundige en haar vader burgemeester van Voorchtenberg. Toen Hitler aan de macht kwam in januari 1933 was het gedaan met de rust en leidde tot talloze conflicten in het gezin. De kinderen werden, zoals bijna alle kinderen uit die tijd, lid van de jeugdorganisaties van de naties. Sophie kwam ze doen in 1934 terecht bij de Bund Mädel. Daar was ze erg actief en betrokken. Ze kon zelfs een leidinggevende rol daar gaan vervullen. Haar ouders waren daar niet blij mee. Haar vader was bijvoorbeeld een fel tegenstander van Hitler. Ook Sophie begon langzaam maar zeker te twijfelen aan de nazi-ideologie. Zeker toen ze merkte dat Joden geen lid mochten worden van de BDM en dat ze bepaalde boeken niet mocht lezen, ging ze steeds grotere vraagtekens bij het nazi-gedachtegoed plaatsen. Toen haar broer Hans een paar dagen lang door de politie werd opgesloten omdat hij verboden boeken las en ook Sophie en haar zussen moeilijkheden met de autoriteiten kregen, wist ze voldoende. Ze wil niets meer te maken hebben met de nazi's. In 1940 deed ze eindexamen en ging ze werken in de kinderopvang waar de zelfstandigheid van kinderen centraal stond. Iets dat totaal inging tegen de nazi waar kinderen juist precies moesten doen wat de nazi's wilden. In april 1941 moest Sophie, net als alle andere jongeren die 20 jaar werden, werken in de zogenaamde Rijksarbeidsdienst. Militaire drill en discipline. Dingen die ze nu juist zo haten. Ze wilde bezig zijn met filosofische vraagstukken en andere geestelijke zaken. Maar daar was geen plaats meer voor. Ondertussen was de Tweede Wereldoorlog al twee jaar aan de gang en druppelde berichten binnen van het Oostfront, waar mensonterende dingen plaatsvonden. Dingen waar tegen Sophie zich hard. Wilde maken. Toen ze in 1942 in München biologie en filosofie ging studeren, leerde ze door haar Hans, die aan dezelfde universiteit de studie geneeskunde volgde, mensen kennen die dezelfde ideeën hadden. Ze richtten daar de verzetsgroep Die Wijze Rozen op, de Witte Roos. De verzetsgroep wilde de naties bestrijden, alleen niet met geweld, maar met woorden. De kern van Dwaaise Rozen bestond uit Hans en Sophie Scholl, Alexander Schmorel. Christoffer Probst, Willy Graaf en de hoogleraar Kurt Huber. De groep drukte en verspreidde in de zomer van 1942 vier pamfletten met teksten van onder andere de Duitse dichters Goethe en Schiller. Humanistische en christelijke denkbeelden kwamen nadrukkelijk naar voren in de teksten van de verzetsgroep en de gedrukte pamfletten werden vanuit München verstuurd naar adressen van mensen die in het telefoonboek worden opgezocht. Het vijfde pamflet verspreidde ze op grotere schaal, tienduizenden blaadjes. Vonden zo een weg naar de lezers. De grote hoeveelheid maakte het overigens lastig om onontdekt te blijven. Er moest immers papier, drukinkt, enveloppen en postzegels worden ingekocht. De Gestapo, de geheime politie van de Naties, had de verzetsgroep ondertussen daarom in het vizier gekregen en vermoedde dat studenten in München achter de verzetsgroep zaten. Op 23 januari 1943 stapte Sophie Scholl op de trein van Augsburg naar Ulm met duizenden pamfletten op zak om ze te gaan verspreiden in delen van Duitsland. In München zelf verspreidden ze de blaadjes in steegjes en andere plekken. Met als doel om zoveel mogelijk mensen hun ideeën te laten lezen. De planning van deze acties was perfect gekozen. De slag bij Stalingrad was namelijk op een grote nederlaag uitgelopen voor het Duitse leger, en er ontstonden scheurtjes in het vertrouwen in de naties onder een groot deel van de bevolking. De Wijze Rozen maakten dan ook het zesde vluchtschrift gericht aan de studenten. Ze verspreidden een deel van de oplagen op de gebruikelijke manier, maar ook wilden Hans en Sophie een deel daarvan op de universiteit onder de aandacht brengen. Op 18 februari 1943 gingen ze hiermee aan de slag. Sophie duwde een stapel pamfletten vanaf de balustrade, zodat deze massaal naar beneden dwarrelden en door veel studenten werden opgeraapt. Maar deze keer hadden ze geen geluk. Sophie en Hans werden betrapt door de huismeester van de universiteit en opgepakt. Samen met Christophe Probst werden ze overgeleverd aan de Gestapo. Vier dagen later, op 22 februari 1943, veroordeelde de beruchte natierechter Roland Freisler de drie tot de doodstraf en op dezelfde dag werden ze door middel van de guillotine geëxecuteerd. Het zesde pamflet ging ondertussen zijn eigen leven leiden. Het kwam terecht bij buitenlandse media die eruit citeerden en de Engelse luchtmacht gooide grote hoeveelheden ervan boven Duitsland uit. Het leven van Sophie Scholl is voor veel mensen een voorbeeld en een inspiratiebron. Bijna iedereen in Duitsland kent haar naam en talloze scholen, pleinen en straten zijn eraan vernoemd. Ook is haar levensverhaal meerdere keren verfilmd. In 2005 kwam de film Sophie Scholl: Die laatste dagen uit die zich baseerde op de verslagen van de verhoren van Sophie Scholl door de Gestapo. De film Sophie Scholl werd hoog onderscheiden met Duitse filmprijzen, waaronder de Zilveren Beer voor beste actrice en de beste regisseur. En in 2021 is ter gelegenheid van haar 100ste geboortedag zelfs een vlog over haar gemaakt.